Wimla Wati Dallu. Die kreeg vandaag het bericht van de specialist dat het heel erg gesteld is met haar gezondheid. Kanker is verder uitgezaaid en veel voor haar doen kan niet. Wat ze moet doen is blijven aan de medicijnen. Maar het geld daarvoor heeft deze mevrouw niet. Ze heeft er ook nog een 12-jarige dochter die vanaf baby diabetes is. Zij moet 2 keer per dag de insuline nemen. Verder heeft ze een man die hartpatiënt is. Ze wonen in een huurhuis. Mevrouw Dallu moet nu ook betalen voor haar eigen medicijnen. Het kost dus allemaal heel veel. Vandaar dat deze mevrouw dan ook hulp vraagt aan de gemeenschap. We voeren nu naar dit vraaggesprek met mevrouw Wimla Wati Dallu, die hulp vraagt aan de gemeenschap. U komt nog vandaag van uw arts. Wat heeft hij aan u gezegd, mevrouw Dallu? Hij heeft me bedankt. Die tumor is al uitgezaaid en voor een jaar mag ik niet meer werken. En voor een jaar heeft hij al bedankt, dus ik had hem echt niet verwacht dat hij zo ver was met mij. Weet je. Dus, en ik heb een kind van 12 jaar die geboren is met suikerziekte. En ik heb graag hulp nodig om voor medicijnen enzovoorts te kopen. Dus daarmee zit ik even een beetje vast. Want ik denk ook aan mijn kind. Als mijn ogen dicht gaan, dan heb ik niemand die mijn kind kan verzorgen. En ik kan ook niet werken. Wat voor werk deed u? Ik ging schoolbus rijden. Mm-hmm. En ik mag niet achter de stuur van de dokter zitten. Dus daarmee zit ik even een beetje vast. Hoe is het allemaal begonnen, mevrouw Dallu? U werd plotseling ziek. Ik had een knobbel sinds 2018 aan mijn oren hier. En toen ik naar de dokter was gegaan, toen hebben ze onderzoeking gedaan, mijn huisdokter. Ik had geen basokaart. Toen ik mijn basokaart had gekregen, heeft mijn huisdokter geprikt en hij heeft gevonden dat ik een tumor heb. Hij heeft me naar een andere dokter verwezen. En toen heeft hij alles onderzoeking gedaan. Toen bleek dat ik een tumorkanker had. En ze waren wel snel CITO bezig. Hebben ze gelijk een operatie gedaan. Wanneer is de operatie gedaan? In 2018. Kunt u ons wijzen waar geopereerd werd? En toen ik die operatie heb gedaan, nadien begon ik flauw te vallen. Mijn mond was krom geworden. En ik was in de behandeling van de dokter. En ik kreeg chemotabletten, remmer, alsof. Maar de laatste tijd kon ik maar die medicijnen niet meer kopen, omdat het was te zwaar. Ik moest ook insuline voor mijn dokter kopen. Dus daarmee zit ik. Ik heb een paar maanden gemist met die medicijnen. En nu ben ik weer ziek geworden. Sinds december ren ik weer naar de dokter. Maar ik ging altijd naar de dokter. Maar ze hebben me nooit gezegd dat het zo erg was. Dus ze gingen echo maken, scan maken, alles. Ze zeggen alles was goed. Maar vanaf december, januari, hebben ze me weer laten opereren aan mijn hoofd. En tot nu toe hebben ze me niks gezegd dat het is uitgezaaid. Dus sinds 25 maart wou de dokter me bedanken. Maar hij zegt, we gaan nog een beetje ver kijken hoe het zit. En toen het is niet gelukt. En vandaag ik ben vandaag naar de dokter gegaan. En vandaag komt hij me zeggen dat het is veel uitgezaaid. Ze kunnen niet meer helpen. Thuis blijven nu. Ja. U hoeft niet bij hem te gaan. Ik moet gaan wel voor de verband enzovoorts. En ik moet proberen. Misschien kan ik nog in plaats van 1 jaar kan ik nog 2-3 jaren leven. Maar ze kunnen me niet meer helpen. Dus daarom in mijn hoofd, wanneer ze die losmaken en dan bloedt het nog steeds. Ja, als het kan hoor, kunt u een beetje buigen met uw hoofd, zodat de mensen kunnen zien. Ja? U heeft op uw hoofd ook een operatie ondergaan? Jawel. Hoe lang loopt u hiermee dan? Sinds januari. En dat mag nog niet weg? Nee, nog niet. Omdat het nog steeds bloedt, want ik zie er is nog bloed eraan. Ja, er komt nog steeds bloed uit mijn hoofd. Dus daarom. S'avonds kan ik niet slapen. Gisteravond kon ik ook niet slapen. Hele avond krijg ik pijn. Ogen doet me pijn. Ik zie alleen maar dof. Mijn hoofd draait. Wanneer ik auto rijd, moet ik stoppen. Want plotseling kan ik in gevaar raken. Dus daarom. Maar u rijdt nog? Nee, ik rijd niet meer. U rijdt niet meer? Niet meer, nee. Ja. Dus ik ben ook bang als ik rij en straks mag ik een aanrijding, dan is het ook. Dus daarom. Ja. En heeft een dochter, 12 jaar,
geboren, diabetes. Ja, ze was een tweeling, die jongen was al overleden. En vanaf geboorte is ze diabetes. En ze kan niet tegen die medicijnen, dan gebruikt ze insuline. Elke dag, elke 2 keren per dag? Ja, 's morgens 7 uur gebruikt ze 8 eenheden en 's middags is het 6 eenheden. Vroeger was het die andere, dat ging ze 4 maal per dag gebruiken. Dat was het te zwaar voor haar. En dokter, kinderarts heeft dat weer laten veranderen met een mixstart insuline. En dat gebruiken we 's morgens 8 eenheden, 7 uur en 's middags 7 uur, 6 eenheden. En kreeg ze de insuline op recept? Ja, ze kreeg op recept. Ik moet naar de apotheek gaan. Soms krijg ik geen ontheffing krijgen. Maar nu als ik naar de SZF ga om voor een ontheffing of een medicijnen, dan zeggen ze me, je krijgt die kaart gratis en dan wil je medicijnen ook gratis. Ik zeg, ik bedoel niet gratis, dan moeten jullie me ook aanleiding geven waar ik moet naartoe gaan. Ik heb ze geen ontheffing. Dat zeggen ze nu? Ja. Ze ging wel onheffing krijgen, maar nu kreeg ze geen onheffingbriefje. Wat betekent dat? Nu moet je betalen? De helft zou de SZF me dekken en de helft zou ik dekken. Ja. Maar nu geven ze dat ook niet. En nu moet je dus voor alles betalen? Ja. En wat kost dat per maand? En voor 2 weken kost dat 2000 SAD. Dan moet ik om de 2 weken kopen, want die medicijnen lopen alleen maar 2 weken. Mm. En je weet hoe kinderen ze zijn. Als ze naar school gaan, ga je zeggen, ja, je moet die, donderdag zijn we vaste dag ook. Al gaat ze naar school, ze eet gewoon. Dus je kan haar niet houden. Wanneer ze op school is, snoepen, iemand jarig is in de klas, dan eet ze. Dan wordt ze daarna ziek? Ja, dan belde je vrouw mij op dat je dochter is ziek of ze voelt niet goed. Ze beeft, dan moet ik gelijk naar school gaan om haar te prikken hoe haar suiker zit. In welke klas zit ze? Ze is nu in de 5e klas. Mm. Ze is 1 jaar verloren en 1 jaar is ze blijven zitten. Mm. En die dokter zelf, kinderartsen, we moeten haar niet echt gaan doperen met leren. Hoe ver ze kan. En suikerziekte kinderen kunnen niet leren zo goed. Dus daarom doperen we haar ook niet. En u heeft ook een man die ziek is? Ja, hij is een hartpatiënt. Hij werkt wel. Ja, hij werkt. Hij rijdt bus. Hij werkt wel. Het is niet zijn bus. Nee, het is niet hem. Hij rijdt voor iemand. Voor iemand, dus ja. Hij is chauffeur van de persoon. Ja, jawel. Ja. Hij is chauffeur voor die bus. Jullie wonen in een huurhuis dus. Ja, in een huurhuis. Hoeveel betaalt u per maand? 900 SAD per maand. En stroom betaal ik apart. Soms komt het hoge rekening. We hadden een rekening vorige maand voor 11.000 SAD gegaan. Stroom? Ja, en toen ben ik naar EBS gegaan. Ze hebben verlaagd naar 700. We moesten die 700 betalen. En daar ben ik gaan vragen of ik 2 delen kan betalen. Daar heeft eigenaar de helft betaald en de helft heb ik betaald. Ja. Komen jullie wel eruit dan, financieel? En niet echt zo, maar hoe ik nu moet medicijnen kopen, daar kom ik helemaal niet uit. Dus en daarom heeft u ons geroepen dus, want u hebt hulp nodig. Ja. We zitten hier, kijkers, als u dit even houdt, als u zo houdt en de mensen dat kunnen zien. Je ziet het, we zitten met officiële stukken hier, vanuit het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, Polykliniek. Wie de neuroloog is. En het staat hier, middels dit schrijven, verklaart ondergetekende dat bovengenoemde bekend is op het spreekuur vanwege een recidiverende aandoening. Mijn inschatting als neuroloog is dat bovengenoemde niet in staat is te werken. Dus dat deze mevrouw Wimlawati Dallu, niet in staat is te werken. Gaarne uw medewerking voor sociale bijstand voor minimaal 1 jaar. En dat is dan getekend door de neuroloog van het AZP, gedateerd 4 april 2021, stukken dus van een week geleden. En wat we ook nog hier hebben is haar eigen papieren. Van mevrouw Wimlawati Dallu, dat is wel van 2018. En dat is dan over wat haar allemaal scheelt. En hier is dan van haar dochter, 12-jarige dochter, van de kinderarts, ondertekend allemaal, welke aangeeft dat het kind daadwerkelijk diabetes is. Dus je ziet het hier mensen, het zijn allemaal officiële stukken. Zodat wij dit ook aan u als gemeenschap kunnen overleggen. Dat deze mevrouw hier geen verhaaltjes zit te vertellen.
of het een en ander voorhoudt aan de gemeenschap, maar dat het daadwerkelijk hier gaat om een gezin waar de moeder ziek is, dochter 12 jaartjes jong, diabetes, en de vader is een hartpatiënt. En de mevrouw die vraagt ons nu dat wij haar dan, of die gemeenschap haar voor een periode kan ondersteunen om tenminste haar medicatie te kopen. Welke medicijnen moet u kopen en wat kosten de medicijnen, mevrouw Dallou? Ik moet chemotabletten kopen, die kost 1800 SAD, die remmer kost 400 SAD. En dingen met, van mijn dochter moet ik om de 2 weken kopen voor 2000 SAD insuline. Dus daarmee zit ik even een beetje vast met haar medicijnen en met mijn medicijnen. Ja. En uw medicijnen die u koopt, voor hoe lang gebruikt u dat? Want u zegt van uw dochter is voor 2 weken en van u is van een maand. Voor een man. Voor een man gebruik ik die medicijnen. Want ik ben echt geschrokken toen ik vanmorgen naar de dokter ga en ik kreeg te horen dat het is uitgezaaid, snap je? En ik kan niet meer gered worden. Dus ik ben zo bang om deze dingen te horen. Toen heeft u voor de dag gegeten vandaag? Ja, een beetje wel, omdat ik een suikerpatiënt ook ben. Nee, vaak genoeg wanneer mensen zoiets ernstigs horen, van u haalt het niet meer. Ja. Hoe lang heeft de dokter gezegd dat u nog kan? Vandaag pas heeft die dokter nog. Nee, hoe lang geeft hij u? Sorry dat ik deze vraag zo stel. Ja, voor een jaar. Voor een jaar. En hij zegt, het is aan je hersen helemaal uitgezaaid veel. Dus daarmee zit ik een beetje vast. Ik denk ook aan mijn dochter, wanneer iets met mij gebeurt, dan heb ik die man die haar kan verzorgen, weet je. Dus daarom, ik heb ook geen moeder en vader. Ik kan niet alles op mijn man bouwen. En u weet hoe mannen en vrouwen zijn tegenwoordig. Dus je kan zeggen, ja, die vader kan wel verzorgen. Maar wanneer je ogen dicht bent, dan kan je niet weten wat het gebeurt. Hij is wel een goede vader. Ja. Jawel. En u maakt u zich zorgen hoe verder met haar? Ja. Maar u denkt niet aan uzelf? Ik denk ook aan mezelf. Ik denk ook aan mezelf. Dat als ik kan gered worden met medicijnen of wat, weet je. Of ik kan langer leven. Hoe die dokter zo sprak, ben ik zo bang. Want ze is 25. Maar wilde hij me bedanken. Mm-hmm. Dus daarom zit ik even aan het te denken wat ik kan nu doen. Dus daarom heb ik jullie gebeld om te interviewen dat ik een beetje steun kan krijgen voor mijn medicijnen te kopen. Heel jammer, mevrouw Dallou, om dat allemaal te horen. U bent nauwelijks 44 jaar. En dat u dan vandaag het bericht krijgt dat het heel erg gesteld is nu met u. Ze hebben ook te lang gewacht. Ze hebben te lang gewacht. Maar als het u weet, als het is. Ze hebben echt lang te gewacht voor mij. Met behandelingen, met alles, snap je? Wanneer je gaat, is het COVID, je mag naar binnen zomaar gaan. Wanneer je gaat, dan moet je een afspraak maken. Of je moet een CITO-brief bij de huisdokter vragen. Het ging heel moeilijk. Het ging heel moeilijk toen je ziek werd. Ja, het ging heel moeilijk. Omdat het COVID-periode is. Ja, want wanneer ik thuis kom, wanneer ik thuis ben, val ik plotseling flauw. Dan moet de ambulance mee, moet ik ambulancekosten alles betalen. En dan wanneer ik naar EHBO kwam, kom ik ook niet bij snel. Na 2-3 uur kom ik bij. Een keertje wouden ze me naar Leikenhuis brengen. Want ik kon niet bijkomen, het was al 4-5 uurtjes. Kon ik niet meer bijkomen. En ze wilden u naar Leikenhuis brengen? Ja. Ze dachten dat u al dood bent? Ja, maar dan hebben ze iets van de Leikenhuis gebracht om mij te laten zien. Alles met mijn neus, mijn mond, hier was alles gebrand. Die middel was te zwaar om te ruiken, weet je. Dus daarom. Ik had echt niet verwacht dat die dokter zo erg met mij en zo ver te brengen dat het is uitgezaaid, snap je? Dus daarom vind ik wel een beetje jammer van die dokter. Dat ze hebben met mijn leven echt gespeeld en daarna komen ze me zeggen dat ik kan niet meer gered worden. Maar die dokter wou me al, sinds 25 maart bedanken. Maar hij kon niet zeggen hoe moet hij me bedanken. Dus vandaag komt hij me zeggen. Maar het is vandaag onrustig aan u uitgelegd. Ja, hij me vandaag rustig uitgelegd dat we kunnen niet meer. En ik heb gevraagd waarom. Toen heeft hij me gezegd, de tumorkanker is uitgezaaid. Maar het is wel een goedaardig tumor. Dus ik kan alsnog misschien medicijnen. Want kijk, ik denk aan mezelf.
Als de dokter zou van me bespralen, of ik weet niet hoe, als hij, misschien kan ik wel. Maar hij zegt, het is te veel uitgezaaid. Dus daarom zit ik even een beetje aan te denken wat ik kan doen. Dus ik ga morgen wel. Morgen ga ik niet, ik ga woensdag. Dan ga ik de dokter vragen of wat kan hij nog verder voor me doen. Snap je? Dus daarom. En in deze COVID mag alleen patiënten naar binnen gaan bij artsen. Dus als je een begeleider brengt naar binnen om te vragen, dan mag je niet. Dan sturen ze, dan jagen ze je als een hond. Het lijkt alsof die broeder en zuster voorin een zuster, dochter zijn. Ja, zo jagen ze je weg. Dus daarom. Dus u vraagt mevrouw Darlou aan de gemeenschap om u financieel te helpen voor de aanschaf van uw medicatie. Jawel. Ik vraag een hulp om medicijnen te kopen. Kan ik een medicijnen kopen? En van uw dochter? En van mijn dochter. Dus daarmee zit ik een beetje vast. Omdat nu alleen uw man werkt, ja. Daaruit moet huur betaald worden. Ja. Daaruit moeten medicijnen betaald worden. Stroom moet betaald worden. En dat jullie ook nog moeten eten. Eten, ja. Ja. Die eigenaar is er van mij. Maar hij is ook een alleenstaande man. Hij heeft ook niemand. Zijn vrouw is ook al overleden met kanker. Ook. En hij heeft wel kinderen, maar die kinderen sturen. Maar ik kan niet hem oude vee enzovoorts gaan eten. Want ik moet op tijd hem huur geven. Want ik was ook achter met betalen van de huur. Maar hij zegt, kijk eerst naar je ziekte enzovoorts. Mm-hmm. En dan pas kan je... Hij houdt dus wel rekening. Ja, hij heeft wel rekening gehouden. Hij koopt ook dingen, we eten samen, we koken samen. Wanneer ik kan niet koken, hij ziet dat ik ziek ben. Wanneer mijn zusje niet kan komen, kookt hij voor ons. Mm-hmm.